Het circusveld is zich heel interessant aan het ontwikkelen in al zijn aspecten. We merken dat we internationaal als voorbeeld gezien worden, maar ja, op regionaal, op Vlaams niveau, op gemeenschapsniveau is het moment er wel gekomen om te evalueren, bij te sturen en te investeren in de verdere ontwikkeling. We zijn de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement. En wij willen eigenlijk mee nadenken over hoe moet die regelgeving en de beleid in zaken circussen in Vlaanderen de komende jaren verder evolueren. Eerlijk is eerlijk. Ik denk als we hier nu op straat zouden gaan vragen van wat is circus, dat iedereen onmiddellijk met een rode neus en een olifant komt. Terwijl dat uiteindelijk een minimaal deel geworden is van het circusgebeuren in Vlaanderen. Can someone help me build a wall? Wow. Wow. We komen uit een organische groei deze 15 jaar en nu moeten we echt wat structuur aanbrengen. We moeten in werkplaatsen investeren, zeg maar in ontwikkeling van nieuwe jonge artiesten, nog niet altijd op voorstellingen gericht, maar in de zin van een soort van circuslabo zou je kunnen zeggen, hè, als werkplaatsen. Maar we moeten ook enkele compagnieën beter steunen. We hebben vandaag alleen een soort van projectsubsidieringetje. En dat is dan voor een nieuwe productie. Maar eigenlijk zou je ook een paar compagnies of enkele compagnies in Vlaanderen een driejarige, vierjarige subsidie kunnen geven. Zoals theatergezelschappen of orkesten dat kunnen hebben. Dus heel veel elementen en samen een hard zoeken naar wat extra middelen om dat te kunnen doen zal echt nodig zijn.